Ja, met Sorama brengen we geluid in beeld. En door beeld en geluid met elkaar te verbinden, door slimme software erachter, kunnen we letterlijk het geluid inzichtelijk maken. Iedereen kent waarschijnlijk wel zo'n thermische camera waar je kan zien hoe warm een oppervlakte is of waar energie uit een huis weglekt. Nou, dat kunnen wij eigenlijk zien voor geluid. Binnen het bedrijf hebben we experts in het modelleren van geluid. Dus die gaan aan de ene kant proberen die al een basisbeschrijving, een basisfilter te maken om iets te herkennen. En daarnaast gebruiken we zogenaamde deep learning technieken om opnames, noem maar even, van een ongeluk op de weg, om die te annoteren, die op te nemen en te annoteren. Die opname plus die omschrijving kunnen we in een computer eigenlijk laten trainen tegen het model aan wat we hebben gemaakt, om die herkenning, om die filters te verbeteren. Om de geluidscamera breder toe te passen, zijn we buiten het lab gaan kijken. In onze woonomgeving, in onze leefomgeving, is geluidsvervuiling, dus de negatieve invloed van geluid, is na luchtvervuiling de meest schadelijke omgevingsfactor voor de mens. En wegverkeer is daarvan de belangrijkste component, dus verkeerslawaai. Nou, een hele voor de hand liggende is daar de opzettelijk te luidruchtige voertuigen uit het verkeer te plukken. Nou, hoe doen we dat? Dan hangen we een geluidscamera boven de weg. Die stellen we in, of die leren we te luide voertuigen te herkennen. En die zetten we eigenlijk gewoon op de geluidsflitsfoto. Op basis waarvan een gemeente of de politie actie kan ondernemen. Maar daarnaast brengen we die geluidscamera ook naar de industrie. Denk bijvoorbeeld aan lucht, aan perslucht. Zo'n 25-35% van de energie die in perslucht zit, die gaat verloren door lekken ergens in de fabriek. En door een geluidscamera daarin te zetten, kun je heel snel en heel eenvoudig effectief die lekken vinden. Uiteindelijk moet je met die informatie nog wel tot actie overgaan, hè, dus de lekken dichten. Maar daar kun je een heleboel energie en geld mee besparen. Ja, dus wat je ook ziet is dat die geluidscamera, die kun je vasthouden in je handen met een persoon erachter. Maar je ziet steeds meer de trend dat het vast opgehangen wordt of aan een drone of op een robot gezet wordt. He, daarom is die ook die AI nodig, eigenlijk die menselijke intelligentie van het interpreteren van, in dit geval geluid, aan boord van zo'n sensor of van zo'n drone of een robot brengen. En dat heeft bijvoorbeeld al geleid tot de inzet van geluidscamera's en een Boston Dynamics autonome robot in een kerncentrale. En de robot autonoom de inspectie kan doen. En dus met informatie uit die gevaarlijke ruimte terug kan komen. Dus dat is heel spannend, maar dat is ook meteen de situatie waarin de technologische ontwikkeling op dit vlak een hele grote impact kan hebben.